De vraag of ik ook eventing met Dennis ga rijden is echt ontzettend vaak gesteld. Hoi, goedemorgen. Leuk dat jullie kijken naar de 21ste vlogmasvideo. Ik zit nu in de auto onderweg naar de bus en dan ga ik daarna naar school. Ik heb vandaag een heel erg lang dagje tot en met 4:30, dus het wordt weer vermoeiend. Het is nu 4:30 en normaal gesproken ben ik nu pas uit, maar nu ben ik al lekker thuis. Dus dat is super fijn. Er viel een les uit, dus we konden wat eerder weg. En Penny kwam net echt super lief bij me liggen toen ik lekker op de bank ging zitten. Hey Ben! Echt zo schattig. Ze vindt het altijd zo leuk als er mensen thuis zijn en als ze dan aandacht krijgt. En vooral met het koude weer vindt ze het heerlijk om lekker warm bij je te liggen. Dus dat is echt zo schattig. Ik ga nu denk ik eventjes een opdracht voor school afmaken. Want dit is de laatste projectweek. Dus aan het eind van de week moeten we alles inleveren. En ik vind het wel fijn om het gewoon allemaal een beetje op tijd af te hebben. En niet de laatste dag alles te hoeven doen. Dus dat ga ik nu even doen en dan ga ik vanavond nog eventjes wat video's editen. We gaan nu lekker eten en vandaag eten we een broccoli overschotel. Zo, ik ga nu lekker mijn badje aanzetten. Lekker warm. En de stop dicht natuurlijk. Ik heb net lekker gedoucht en ik hoefde vandaag niet naar dance. Hij heeft op maandag altijd vrij omdat ik eigenlijk pas om 4:30 uit ben. En voordat ik dan op stal ben, is het best wel laat. En dan kunnen we meestal pas rond 6 uur naar huis. Dan staan we gigantisch in de file. En ja, dat is gewoon niet zo fijn. Dus mijn moeder die had vandaag extra tijd. En die is toen eventjes naar dance gegaan. Zodat ze hem zelf los kon gooien. En eventjes in de molen kon zetten. Zodat hij wel eventjes zijn energie kwijt kan. Aangezien hij de laatste paar dagen gewoon best wel druk was. Maar dan heeft hij wel gewoon lekker een relaxed dagje. En heeft hij ook een dagje vrij. Dan kon ik uit school gewoon gelijk naar huis en dan hadden we dus niet het fileprobleem vandaag. Ze heeft nog wel met de camera wat video's gemaakt toen hij in de molen stond en in de paddock. Dus dat zal ik jullie nu even laten zien. You send chills down my spine. Said I'm not worthy of your love. Well, this is definitely goodbye. Oh, it was fun to have you around. Of ik ook eventing met Dennis ga rijden is echt ontzettend vaak gesteld. En nou heb ik er enorm om zitten twijfelen. En dat komt eigenlijk omdat ik met birdie deed ik natuurlijk springen, dressuur en eventing. En ik merkte dat het toch best wel lastig is om dan hoger op te komen. Als je alleen maar op de dressuur focust, dan kan je binnen 2 jaar
als het allemaal goed gaat en je vaak op wedstrijd gaat, kan je makkelijk naar het set rijden. En dat is met het springen eigenlijk ook zo. Maar wanneer je en op de dressuur en op het springen focust, gaat het sowieso al langzamer. Omdat je natuurlijk je wedstrijden moet verdelen over de twee disciplines. En daarnaast ben je niet alleen maar gericht aan trainen op één ding. Natuurlijk, als je alleen maar voor springen traint, kan je niet elke dag springen. Maar je rijdt wel meer springgerelateerd. En als je ook dressuurt, dan ben je echt veel meer met je dressuuroefeningen bezig. En als je daarnaast ook nog event in gaat rijden, dan moet je je weekenden en je trainingsdagen zo erg verdelen dat het gewoon best wel lastig is om sneller hogerop te komen in één bepaalde discipline. Nou wil ik met Dance heel graag verder komen in springen. Ik ben bij een internationale springwedstrijd geweest van Ilse en ik vond het zo gaaf dat ik echt zoiets had van wauw, als Dance en ik daar ooit naartoe zouden kunnen gaan, lijkt dat me heel erg gaaf. En ik denk ook dat als we gaan trainen, dat we uiteindelijk de overstap naar het L kunnen maken. En als het goed gaat, kunnen we uiteindelijk naar het M. En wie weet ooit wel naar het Z. Dat is echt mijn grootste droom. En ja, als we daar heel hard voor gaan trainen, denk ik wel dat het mogelijk moet kunnen zijn. En toen zat ik een beetje met het dilemma van, ja, ga ik nou wel eventingwedstrijden starten of ga ik het nou niet doen? Maar ik heb er een hele tijd over nagedacht. En de eventingwedstrijden zijn zo gaaf. Het geeft je zo'n adrenalinekick. Dat ik zoiets had van, ja, als ik alleen maar ga springen, denk ik echt wel dat ik het heel erg ga missen. Dus ik heb voor mezelf nu een soort plan gemaakt. Dat ik me vooral op het springen wil gaan focussen. Dat ik daarnaast ook dressuurwedstrijden wil rijden. En dat ik wanneer het eventseizoen ingaat, dat ik gewoon een aantal eventwedstrijden ga rijden. Maar dat ik het niet als doel stel om heel snel een stap hoger te maken in eventing. Dat ik het echt puur voor mijn plezier en voor dancerplezier gaan rijden. En dat niet ons doel is om in eventing echt hoger op te komen. Dat we dat gewoon puur voor de leuk erbij doen en voor de afwisseling. Dance vindt het denk ik ook heel erg leuk. We hebben natuurlijk één les gehad van Ilonka. En behalve dan bij het slootje waar hij best wel eventjes vervelend deed, heeft hij de rest echt super goed gesprongen. We hebben best wel een lastig parcours gesprongen met best wel een heftige afsprong. Gewoon het water in. En toen deed hij alles in één keer. Dus ik denk ook dat Dance het wel heel erg leuk vindt. Maar ja, dat moeten we gewoon gaan zien als we wedstrijden gaan rijden. En we hebben natuurlijk op Texel de oefencross gereden, wat ook ontzettend goed ging. Die hebben we in één keer foutloos kunnen rijden. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ja, ik wil ook wel gewoon heel graag eventingwedstrijden gaan rijden. Nou is afgelopen vrijdag de eventingkalender voor 2018 uitgekomen. En ik heb eventjes een lijstje gemaakt met een aantal leuke wedstrijden. Die ook bij mijn huis niet al te ver weg zijn. Nou moet je natuurlijk voor eventingwedstrijden vaak wel wat langer rijden. Omdat het maar in bepaalde gebieden en plekken is. En niet zomaar bij elke manege georganiseerd kan worden. Nou, ik wil in ieder geval eerst beginnen met een indoor cross. Op 26 en 27 januari is er in Ermelo bij het KNS Centrum een indoor cross. Die heb ik vorig jaar met Buddy gereden. Daar is helaas geen video van, omdat ik toen nog niet gestart was met mijn YouTube kanaal. Dat is pas later begonnen. En ja, het leek me heel erg leuk om naar mijn Dance naartoe te gaan. Je hebt wel een beetje eventing hindernissen, dus er liggen wel boomstammetjes. Bijvoorbeeld dat een soort bezemkist, dat een soort picknickbankje. Dus het zijn wel een beetje eventing hindernissen, maar het is wel gewoon in een binnenbak. En ik denk dat het een hele goede stap is om mee te beginnen. Dan heb ik daarna op 25 maart heb ik de Alphen Kaamcross opgeschreven. En dat is de eerste outdoorwedstrijd die we dan gaan rijden. Ik heb daar vorig jaar met Buddy ook gereden, daar is ook een video van. Dus die kunnen jullie bekijken, die zal ik wel eventjes in het i'tje zetten. En dat vond ik zo'n mooie cross. Ik denk van alle crossen die ik daarna ook nog heb gereden, dat ik dat echt wel de allermooiste cross vond. Hoe het allemaal georganiseerd was. En gewoon de hele locatie, het was zo gaaf. Dus ik had echt zoiets van, oh, daar wil ik echt heen met Dance. En dan wil ik daarna, heb ik op de planning staan om naar Maarsbergen te gaan. Dat is op 14 april. En dat is ook best wel dichtbij bij mij, dus dat is ideaal. Daar heb ik nog nooit gestart, want ze organiseren daar volgens mij alleen maar paardenwedstrijden. In ieder geval, op de 14e is het in ieder geval alleen maar paarden. En ik weet niet wat ze daar ponies organiseren, maar met Buddy ben ik er nooit naartoe geweest. Dus ik ga ervan uit dat het alleen maar paarden is. Dan heb ik op 26 en 27 mei Oud Karspel. Daar ben ik met Buddy ook naartoe geweest en dat vond ik ook een leuke locatie. Dit is wel alleen maar gewoon op een soort stuk weiland, dus het is niet mega bijzonder. Maar ik vond het wel gewoon een leuke cross om te rijden en ze hadden wel hele mooie hindernissen. Dus dan wil ik daar ook heen met Dance. Dan heb ik op 16 en 17 juni heb ik Ede Putten. Dat is ook, ja, ik weet niet of dat het nog in, het valt volgens mij niet meer in regio Utrecht. Ik denk dat het net in Gelderland valt, maar dat is ook niet heel erg ver. Ik denk een half uurtje tot misschien net 45 minuten met de trailer. Maar het is wel heel erg goed te doen. En daar heb ik met Buddy een keer een les gehad. Ik heb daar nooit wedstrijd gereden, maar
Het lijkt me wel leuk om daar ook een keer te gaan starten. Dus wie weet dit jaar met dance. En dan heb ik ook Renswoude opgeschreven, aangezien het best wel dichtbij is bij mij. Maar ik heb van meerdere mensen om me heen gehoord dat het best wel een pittige cross is daar. Dus ik moet nog even kijken of ik daar wil gaan starten. En bovendien heb ik best wel veel wedstrijden opgeschreven. Ongeveer eentje per maand. Maar ik denk dat ik er ongeveer 4 à 5 door het hele jaar wil gaan rijden. Dus ik moet gewoon even kijken hoe het uiteindelijk uitkomt. En dan heb ik voor 8 en 9 september heb ik Gorssel opgeschreven. Omdat ik van meerdere mensen heb gehoord dat het een hele gave cross is. Daar ga je ook echt door de maisvelden heen en alles. Dus ja, die heb ik wel op de planning staan. En als laatste heb ik dan nog 22 en 23 september de cross in Lisse. En dat is een cross in het bos. Dus dat is best wel fijn te rijden. Aangezien ze daar op het pad rijden en daarnaast heb je gewoon de bomen. Dus ze hebben veel minder de neiging om te gaan weigeren. Aangezien ze gewoon op een pad rijden. En wanneer er een cross in een weiland is, dan kan je natuurlijk veel sneller opzij schieten. En heb je veel meer kans dat ze de sprong weigeren dan wanneer je in het bos rijdt. Dus mocht je nou zoiets hebben van ik vind de eventing zo gaaf en het lijkt me leuk om ook een keer een wedstrijd te rijden, dan raad ik echt de cross in Lisse heel erg aan. Het is ook de allereerste cross waar ik bij Buddy ben gestart. En het ging gewoon super goed, omdat je gewoon één pad moet volgen. Je hoeft eigenlijk het parcours ook niet heel erg te onthouden, omdat het gewoon... Je rijdt één pad af en onderweg kom je de hindernissen tegen. En het is niet zoals op een open veld dat je echt moet onthouden van oh, daar moet ik naar links en daar moet ik naar rechts. Het is wel handig als je weet hoe het pad een beetje loopt. Maar het is een vrij makkelijke cross om te rijden. De hindernissen zijn ook niet ontzettend moeilijk. Dus mocht je willen beginnen met crossen, dan raad ik zeker aan om dat in Lisse te doen. En dan heb ik ook gezien dat er op de planning staat dat er 26 tot en met 28 oktober in Bargen het KNS kampioenschap voor paarden is. En ik weet niet precies hoe dat bij de paarden werkt, maar ik weet dat je er bij de ponies gewoon vrij in kan schrijven. En dan strijd je dus om Nederlands kampioen te worden. Dus wie weet, als het super goed gaat en Dens en ik er klaar voor zijn, gaan we dan wel de kampioenschappen rijden. Maar dat is natuurlijk nog heel erg ver weg en we moeten eerst maar eens zien of dat de allereerste wedstrijd goed gaat. Maar ja, dat is dus een beetje wat ik op de planning heb staan. En ik zal ook eventjes aan jullie laten zien hoe je bij de KNS eventing kalender kan komen voor 2018. Ik wil ook nog wel eventjes erbij vermelden dat als je eventing wil gaan rijden, dat het echt belangrijk is dat je eerst lessen neemt of gewoon een keer een BB cross gaat rijden. Het is best wel heftig om zomaar een cross te gaan starten en je wil niet dat er ongelukken gaan gebeuren. Daarnaast moet je paard er ook echt klaar voor zijn en je moet ook voldoende springervaring hebben. Het is niet iets wat je zomaar gaat doen. Je moet er echt op voorbereid zijn, je paard moet in een hele goede conditie zijn en ja, je moet er echt goed voor trainen. Dus als je eventing wil gaan rijden, zorg er dan voor dat je een goede voorbereiding hebt genomen. En dan wens ik in ieder geval heel veel plezier als jullie ook gaan rijden. Ik heb er al helemaal zin in om het seizoen te gaan beginnen. En ik hoop dat het goed gaat met Dens. Hier kom je op de KNS site. Dan ga je hier naar de eventing. Als je hier dan komt, dan zie je bij eventing nieuws hier. Zie je update. De wedstrijdkalender eventing 2018 is bekend. Als je daar dan naartoe gaat, dan kom je hier op de pagina met alles over de update. Als je dan op het oranje balkje klikt met bekijk de wedstrijdkalender, dan word je doorgestuurd naar deze pagina. En dan kan je aan de rechterkant kan je de wedstrijdkalender 2018 vinden. Dan opent er gelijk een pdfje en dan kan je op volgorde van datum kan je alle wedstrijden bekijken. In januari en februari zijn er indoorcrossen en aan het eind van het jaar in november en december ook weer. En de rest is allemaal outdoor. Er zitten ook wat triathlons bij en er zitten ook BW-crossen, dus de oefencrossen staan er ook bij. Dus ja, hier kan je eigenlijk alles vinden van de locaties en de data's. Hier zoek ik ook altijd en op mijn KNS kan je je dan inschrijven voor de wedstrijden. Je moet het wel heel erg op tijd doen, want meestal wanneer de inschrijving opent moet je echt wel minimaal binnen een week en soms zelfs al dezelfde dag dat de inschrijving opent inschrijven. Aangezien de wedstrijden gewoon ontzettend snel vol zitten. Maar hier kan je dus alle informatie vinden. Sorry dat het zo lang praatstuk is geworden, maar ik heb mijn best gedaan om het zo goed mogelijk uit te leggen. Mochten jullie nog vragen hebben, dan kan je dat natuurlijk altijd in de reacties stellen. En dan ga ik mijn best doen om ze allemaal te beantwoorden. Ik kijk er nu al naar uit om alle eventenwedstrijden te gaan rijden en om er hele toffe video's van te gaan maken. Natuurlijk ga ik het ook weer filmen met mijn GoPro. En voor mezelf is het ook altijd heel erg leuk om terug te zien. Want
Die 4 minuten dat je aan het rijden bent gaat eindelijk toch best wel snel. En als je dan terug kan kijken, dan bleef je het eigenlijk nog een keer helemaal opnieuw. Dus dat is zo tof om te zien. Nou, ik ga nu nog eventjes lekker mijn thee opdrinken en mijn video verder editen. En dan kom ik daarna nog wel eventjes bij jullie terug. Ik ben klaar met het editen van mijn video. Hij is nu aan het uploaden op YouTube, zodat hij morgen online kan komen. Ik ga nu lekker mijn tanden poetsen. En dan ga ik daarna in mijn bed nog eventjes wat video's van andere paarden YouTubers kijken. Morgen heb ik een hele leuke dag voor de boeg. Ik ga namelijk met school naar Amsterdam. En ben je nou benieuwd wat ik daar ga doen? Kijk dan zeker de video van morgen. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen. Doei!